Afgelopen donderdag, 20 juli, is de 75ste grote prijs Beekman de Kaluwe gereden. Ook wel de grootste koers van de stad genoemd, die van start ging en aankwam in het centrum van Ninove ter hoogte van de Onderwijslaan. Deze 75ste jubileumeditie bracht 105 deelnemers aan de start, waarvan er zo'n goede 65 de aankomst haalde na 166 kilometer. De koers bracht ons langs Meerbeke, Denderwindeke en Polaren. Wij hingen net voor de start nog even aan de babbel met een ex-winnaar van deze prijs, Beekman de Kaluwe, Tom van Asbroek. Het is geen nieuwtje voor u hier, hè? Nee, het is een vaste koers voor mij elk jaar. Dus ik kom hier graag terug. Een mooi parcours, dus. Weet je dat met stip aangetekend staat voor jou, Nino? Goh ja, het is altijd een beetje een thuiskoers voor mij natuurlijk. Hè. Dus ik ben hier niet ver vandaan geboren en getogen. En het is altijd leuk om hier in je eigen streek nog eens een koers te kunnen meedoen. En het is een mooi parcours en ik amuseer me hier elk jaar. Ooit al een keer op het hoogste schavotje gestaan hier, hè? Dat ook al, dus dat is eigenlijk al een mooie herinnering ook. Dus dat is nog eens extra plezant om dan altijd terug te komen in de wedstrijden waar je natuurlijk al eens gewonnen hebt. Dus maar ja, dat is niet simpel om dat er niet te doen, maar we gaan weer proberen. Hè. Elk jaar wagen we een kansje. Hoe gaat het verder met de conditie? Conditie is in vol opbouw natuurlijk, voor wat dat volgt nu, dus het tweede seizoen zelf. Dus ja, conditie is in principe niet slecht. We hebben er wel een zware trainingsperiode achter zitten, dus dat is altijd een beetje afwachten van dag tot dag, hoe dat dan gaat zijn natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat dat vandaag dan reuze goed meevalt en dan hoop ik hier een rol van betekenis te kunnen spelen straks. Is het een beetje uw weer vandaag? Veel wind en toch een beetje warm? Ja, dat is leuk, hè. Dat is leuk, hè. Dus, wind is toch altijd een goede factor, dat maakt het de koers een beetje harder. Dus dat maakt het op zich dan niet makkelijker, maar je kunt een beetje meer spelen natuurlijk. De gap met de leaders is 25 seconds. 25 seconden. Kom aan, mannen. 25 seconden dichtmaken. En dan komt u vooraan bij het zevental. Laatste ronde. Danny Toorn, final lap. Wat een buitenlander, wat een van onze Belgen die hier met de slag met de bloemen gaat blijven. Het wordt niks aan zeggen, zeg. 23. Ja, het is overwinnaar met het nummer 23. Ja, Jonas Beukeleu. Jonas Beukeleu, aanpost. Dus dat is de winnaar hier vandaag. En hier over. Mijn Duits is niet zo goed. My Flemish auch nicht. Do you speak Flemish? No. English? Yes. Flemish is probably also not that good as your German. Congratulations with the victory here in Ninove. First place. Champion of Germany. World champion, juniors. 3 years ago. Four years ago. Ja. Dat zijn adelbrieven, hè, kameraad. Dat telt en zoiets. It's fantastic, hè? Ja. This is your first victory in Belgium today. Yeah, also the first victory just this year. So I'm very happy. First victory this season? Ja. Yes. Zijn eerste overwinning van dit seizoen en dan nog in België. De gewezen kampioen van Duitsland, gewezen wereldkampioen juniors, een jonge kracht op het hoogste schavotje. Uw applaus voor de Duitser met het nummer 23 vandaag van start gegaan, Jonas Beukeleu. Ik weet niet in Duitser, wij kenden hem niet, maar in elk geval, dat is... Geen gewone, hè? Dus Duits kampioen bij de juniors, nog maar 21 jaar. En nu al winnaar bij de profs, ook wereldkampioen juniors geweest, 4 jaar terug. Jij moet het maar doen, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Dat is een beetje typisch aan die jonge renners die naar een kermiskoers komen. Hij kent ze niet altijd, maar er zit wel capaciteit in. 3 jaar terug hebben we dat ook gezien met Arno de Maer. Arno de Maer kwam hier winnen. Het was weinig mensen van Ninove die wisten wie dat Arno de Maer was.
Ondertussen heeft hij al een paar ritten gewonnen in de Tour, groen trui gedragen. En van het jaar is hij ook kampioen van Frankrijk. Dus als ik in deze binnen een jaar of drie ook in de kampioenen trui zie rijden, zou ik zeggen, die heeft bij ons ook op het podium gestaan. Zou ik gelukkig zijn, ja. Maar ja, hij heeft al eens een kampioenen trui gehad. Waarom niet? Ook bij de profs. En zien we hem in de kortste keren terug. Samen met onze Laurens de Plus misschien. Hè. Dat is ook zo'n belofte. Ja, dat zijn ook mensen natuurlijk. Maar natuurlijk, die capaciteit ligt al wat hoger als deze mensen. Maar onze wedstrijden die wij organiseren, zijn ideaal voor deze mensen die zich kunnen anticiperen tegenover die later, een paar jaar later. En je gaat zien, die gaan er ook wel komen. En daarom, die kermiskoersen zijn heel belangrijk voor die jonge renners, die moeten de kans krijgen. Het was een jubileumuitgave. Heeft die jubileumuitgave gebracht wat je van verwacht had, voorzitter? Oh ja, het was een volledig nieuw draaiboek. We hebben alles nieuw, opnieuw moeten beginnen. Alles nieuw was nieuw. 13 jaar terug hebben we hier ook gestaan aan deze aankomst. Maar ik moet zeggen, als ik dat hier allemaal een keer bekijk, hier zijn nog meer capaciteiten dan wat we vroeger aan het station zaten. Dus ik zou met de burgemeester en met de schepen nog een keer moeten praten, denk ik, na de evaluatie. Maar ik denk dat dat in orde zal komen. Allee, voilà. Weer al een gesprek op komst. In elk geval, bedankt mevrouw de burgemeester, meneer de schepen van sport, mensen van de gemeenteraad, schepencollege, mevrouw de provincievoorzitter, voor uw aanwezigheid. De man van het OCW, onze Jan. En natuurlijk de voorzitter en zijn team, proficiat met de prestatie die je weer geleverd hebt. Want het is niet zo eenvoudig om een wedstrijd als deze op getouw te brengen. Daar gaat maanden voorbereiding aan vooraf. En ik denk wel dat je een tevreden man bent aan het einde. Het heeft wel lekker geregend, maar het was droog en de zon is er nu. En hopelijk gaan we voor de 25 volgende jaar. Dat is de bedoeling, ja, inderdaad. Maar laten we zeggen dat we nu kunnen goed evalueren. Het was prachtig geweest dat we even gaan rusten. En dat we misschien maandag of dinsdag terug gaan beginnen voor volgend jaar. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.